De regering bezuinigt fors op de ouderenzorg en dat kan grote gevolgen hebben. Ik heb er mijn leven lang voor betaald. En dan moeten ze het nou afnemen. Ouderenzorg. Er is heel veel te doen omtrent ouderenzorg tijdens de komende verkiezingen. Maar hoe komt het dat er zoveel te doen is omtrent ouderenzorg? Het lijkt toch heel simpel, maar niets is minder waar. Om ouderenzorg, haar kosten en visie omtrent ouderen te begrijpen in het huidige systeem, dienen wij terug te gaan naar de roots van kapitalisme. Ouderen zijn een financieel last. Helaas worden de ouderen vaak gezien als een last in het Westen. Er is een mindset welke een mens enkel op waarde stelt op basis van economische voordeel die zij meebrengen. Wanneer iemand een leeftijd bereikt dat hij niet kan werken, dan wordt hij gezien als overheadkosten of een kostenpost op de maatschappij. Zo'n mentaliteit is voornamelijk omdat mensen worden gezien als een economisch agent. Oftewel, alles heeft een kost en een prijs en dient ook zo te worden behandeld. Degenen met een hoge verdienste zijn productief omdat zij belasting betalen, meer uitgeven en een nuttige impact op de economie hebben. Echter, de ouderen hebben hun werkleven vervolmaakt en zijn nu aan het pensioen en zijn een last voor de economie. En succesvolle overheden hebben een moeilijke tijd om te gaan met het steeds ouder wordend populatie. Ouderen zijn een last voor de familie. Op familieniveau, deze visie van het feit dat ouderen als een last worden gezien, dan zien wij ouderen die genoodzaakt zijn om dagelijks geholpen te worden. Dan wordt zij gewoon genegeerd door hun dichtbijzijnde familieleden. Zie de bejaardenhuizen en de noodzakelijke donaties om ouderen te helpen. De mensen worden apart gezet op hun meest zwakke leeftijd en in een tijd dat zij het meeste baat hebben bij hun eigen kinderen. Dit resulteert in eenzaamheid, depressie en isolatie. Visie van islam op ouderen. Islamitisch manier van leven verschilt daarentegen door welzijn te promoten. De noodzaak van anderen boven jouw eigen belang neer te zetten en jezelf in te zetten om anderen te helpen. De ouderen zijn geen last, maar een zegening die levenservaring meedelen, wijsheid en inzichten in verschillende andere kwesties. Sommige waarvan je kunt leren in plaats van negeren. Degenen die met eer worden behandeld in plaats van alleen worden gelaten. De staat van islam adopteert een correcte balans tussen enerzijds degenen die een acute noodzaak hebben, hetzij fysieke of financiële hulp, en anderzijds ervoor zorgen dat individuen hun noodzakelijke verantwoordelijkheid nemen om als eerste hen te helpen die dicht bij hen zijn en assistentie nodig hebben. De staat speelt een cruciale rol in het herinneren aan ons omtrent onze familiebanden naar ouderen en ouders toe. Dit versterkt de eenheid onder de familie als een hoeksteen van een juiste maatschappij, welk betekent dat niemand kan vallen in de categorie dat er niet aan hun primaire levensbehoeften kan worden voldaan.